De wereldkampioenschappen schaatsen in Oslo brachten de 28.000 toeschouwers een heleboel koude, maar de 5.000 Nederlanders onder hen ook veel vreugde. Het begon al op de eerste dag toen Art Schenk met een schitterende 500 meter het uitzicht opende op de wereldtitel. Hij trof in de Duitse sprinter Keller een inspirerende tegenstander bij wie hij zeer dicht in de buurt bleef. Toen Schenk halverwege de race de binnenbaan kreeg, wist hij steeds dichter naar Keller toe te schuiven. Het verschil op de streep was maar 400ste seconde. Dat leverde Schenk op deze afstand de derde plaats op. Voor velen aanleiding om de flessen alvast te ontkurken. Kees Verkerk moest van zijn 500 meter een solo maken, omdat de Italiaan Tognoli een eenvoudige vrije tijdschaatser is, die bovendien nog viel ook. Kees raasde over het traject, wetend dat hij om hoog te eindigen in het toernooi een snelle tijd op de sprint zou moeten maken. Het werd ruim 41,5 seconde, waarmee hij tiende werd op deze afstand. De Nederlandse kolonie zag Jan Bols vooral op de lange afstanden uitstekend rijden. De Canadees Hodges liet hij op de 5 kilometer al gauw achter zich. Goed gecoacht door Leen Frommer reed Bols een magistrale race, waarin hij zich als de beste klasseerde. Al vrij spoedig keek hij de Canadees in de rug. En gezien zijn snelheid verbaasde het niemand dat hij Hodges nog voor het einde passeerde. Hij won de 5 kilometer in 7 minuten en 28,16 seconden. Er waren toeschouwers die sterk gestimuleerd werden door de overwinning van Bols. Net als in Innsbruck stonden weer drie Nederlanders voor de 5 kilometer op het erepodium. De volgende dag viel de beslissing toen Art Schenk op de 1500 meter afrekende met zijn rivaal Magne Thomassen. In dit rechtstreekse duel zette hij, prachtig rijdend, de Noor op een achterstand van 1/17 seconde, waardoor hij in het totaalklassement een vrijwel onaantastbare voorsprong kreeg. Schenk, die later op de 10.000 meter nog vierde werd, had zich eindelijk uit de schaduw van Verkerk gereden. Als bekroning van het seizoen behaalde hij na de Nederlandse en de Europese titel nu ook de wereldtitel op de schaats. Verkerk werd derde, Bols vierde. Voor de oranje ploeg was er alle reden om gul met tulpen te zijn in dat Bislettstadion, dat door de enthousiaste Nederlandse kolonie spontaan geannexeerd werd.